Dames en heren, welkom. Vandaag is het een trieste dag en een mooie dag en een leuke dag. Alles tegelijkertijd. Een trieste dag, die komt. Waarom? Het is alweer de laatste aflevering voorlopig. Triest. Leuke dag. Shirley is terug. Yes. En het wordt nog mooier, want niet alleen Shirley is er, Marisol is er, maar de lokaal waarnemend commandant van de brandweer hier op Bonaire, meneer Gravy Anthony, is er ook om ons te helpen. Dankjewel. Oh, kijk. Airfryers. Kijk, dat vind ik het mooie van de Bondigro, hè. Deze airfryer die is gekozen tot vierde airfryer bij de Consumentenbond. Topproduct. Ben ik blij mee. Ga ik mee koken. Kunt u zien. Kijk, dit is nou wat ik noem de Bondigro experience. Altijd is er wel wat te vinden wat je niet verwacht. Prachtig. Mooie tomaten. Weet je... Je kan een bosje bloemen mee naar huis nemen, maar als je dit mee naar huis neemt, ben je ook de bom, hoor. Dat is ook lekker om te snacken. Gewoon lekker happen bij de tv. Broccoli, bloemkool, samen wordt dit heerlijk. Crazy. Uit Peru, de chayot. Door midden snijden, noot eruit, uithollen, mais, kaas, mengen, vullen, in de oven. Lekker. Heerlijk. Kortom, altijd wat te vinden hier bij de Bondigro. De Bondigro Experience. En nu hebben we het de afgelopen weken al heel vaak gehad over het coronavirus, over het COVID-virus, zo moet ik het natuurlijk zeggen. En wat je zelf kunt doen om dat te voorkomen. Nou, een van die dingen is afstand bewaren. Social distancing. Distantia sociaal. Nou, vandaag zijn we met z'n vieren. Dat is te veel. Dan staan we veel te dicht op elkaar. Dus vandaar dat Shirley nu even van plaats wisselt met Gravy, onze waarnemend lokaal commandant van de brandweer. En ik ben er trots op dat hij er is vandaag. Gravy, hey. Bombini. Bontari zagen. Dank je. Wat fijn, wat goed dat je er bent. Oké, ook bedankt zagen. En Gravy, mag ik jou eens vragen, wat houdt een lokaal waarnemend commandant in? Lokaal waarnemend commandant. Sorry. Dat houdt in. Ik heb de zorg voor de hele korps, met name de wachtdienst. De personeel van de wachtdienst. Ja. Dus het personeel komt er in waarde is hij eigenlijk aan mijn zorg. Want het is hij aan mij de kare die ik korps van Noskoyama Isla. Oké, maar eigenlijk is dat wel een hele verantwoordelijkheid om te dragen. Want je bent ook verantwoordelijk voor de veiligheid van je manschappen en dergelijke. Nou, zeker. En wat vind jij als waarnemend commandant nou eigenlijk superbelangrijk waar de mensen thuis op kunnen letten? Bon, am met de kerk van de kaas en am eigenlijk zie in de naam de kaas am kiko na poasi pananta safe met de kerk. Cada quem, cada persona, cada habitante de Bonaire pata safe na mesma mesa zorpa e parte de safe den na kaas. Por exemplo, den e cocina tira bista riba boscof, no laga gas en de, no laga bela sem de, of sem de bela la gas en de banda de cortina. Ik heb niet in diferente details gezien, ik heb niet in de kwente kunnen om te mantenen een kast die gezien en is er dan weer safe. Zo. Dus eigenlijk, Gravy, als ik het goed begrijp, mensen moeten gewoon zelf zorgen dat ze thuis veilig zijn, veilig werken. Zeker. Daar komt het op neer. Neem uw eigen verantwoordelijkheid, denk logisch na. Is hij de bericht? Dankjewel. Boom. Goeie boodschap. Dank je. We hebben nog een andere taak vandaag. En dat is... In Nederland
waar Bonaire deel van uitmaakt, is verdeeld in veiligheidsregio's. Elke brandweerregio heeft een gerecht ingestuurd. En daar is een kookboek van gemaakt. Alleen Bonaire niet. En ik weet niet of Bonaire vergeten is, Nederland Bonaire vergeten is, of dat Bonaire vergeten is in te sturen. Dat weet ik allemaal niet. Maar we gaan er wel wat aan doen. En daarom ga ik vandaag met Gravy een speciaal menu maken. Wat we gaan insturen om in het brandweerkookboek te plaatsen. Maar voordat Gravy en ik het brandweerboek gerecht gaan maken, gaat eerst Shirley een lekker toetje maken. Shirley mag nog niet aan het fornuis staan, maar dat maakt Shirley niet uit. Ze kan altijd lekker koken, ook zonder vuur, maar wel met vuur. Oké, nós vamos trazer cheesecake, mais fácil, frio. Para esse aí, me mister de mascarpone. Mascarpone é uma sorte de cheese, creme cheese italiano. Então, usa metade de dessa aqui. Depois, essa aqui não é tudo, botar aí na bondigru. Lo que está queixo, com toda sorte de coisa aqui na bondigru. Ok? Então, usa pack de creme cheese aqui, completo, com 227 gramas, onde com metade de mascarpone. Bem. Vamos ver, põe queijo, creme cheese. E nós temos yogurt light. Nós estamos usando somente 2 cucharas de chá, 2 a 3 cucharas de chá. Vou pôr 3 cucharas. Tique suco. Então, opta para 1 cuchara. E agora nós vamos mesclar tudo junto. Para virar crema. E agora que virar, tem que ir cremoso, não? Com mixer é também mais fácil. Pero... Ah, não se olvide de mixer, não se assim na mão, que também pôr, não? O que me tocou agora é a minha unha, mamãe sua mãe está grande, mamãe sua mãe está pisada. Ok, mas se queira com nenhum pipita. Eu vou com etim. Tá querendo me pôr um tique suco mais. Eu ia beber 2 cucharas de come de suco na puro.
kita turun klomp ini. Mita bayi saka tiki fece. Pemingka, aku dengar meeting buskuci, kemendi long finger, kumi am mula hasi moli, kemendi garne, anto puta pone untiki manteka dirti, lagi pira mansa. Anto esa aku, puta premier deng a cup of the forma kuboke, anto riba che, puta pone a cash. Tá aqui, tá aqui a sina, tá pondo muito, porque o dimens é tá pisano. E me segura neto um coço para passar a boca. Está llena ali, ela não diz assim, não. A holandesa não diz que está morta, mas não está diz que está muito pisada e ore. Para ver, ela é que é bem. Para nós acabar com ele, acabar com o adorno, nós põe um tiki anasa. Põe anasa. Começa, tem temporada aqui, tu é nem em casa, tá neto, bom chance para botar algo doce para botar de casa na boca comer. Começa, muita gosta não gosta doce não, para nós fazer tique mais atrativo, nós põe algo corá, já que me algo corá, mas é louco mesmo. Termina com muita não, é coisa que te prometo não lo pare para e está aqui. Olha que bonita aqui. Essa aqui tem assim um coração. Tem essa aqui também. Bota a dorna aí no custo, não? Começa. Muito chiquito, não gosta, não gosta. Rene grande também. É assim. Essa aqui também tem frigidela. Tem hora que é crema de queijo, será pouco. Tem videntes não, nos tetra sopa de hala. Para sopa de hala, nos mester de hala. Aqui não, já me acorta não, e me lava não com lamunchi e salo. Dentro nos põe celder, wortel, páprica, cebolla, cono floco, batata e mainchi. Agora que nos vai na stove já me apone e água começa a hervir, pelo menos está bem, pone e hala nang, para nos cuma nang, então depois nos está tiratur e verdura nang que bulhão dente. Então se nos tiratur cos verdura plus e carne junto, e sopa a bem cuma dente. Se nos está tirar e carne pelo menos, lá é hervir começa a cuma, nos está saca a cuma, depois nos está tirar e verdura nang. Ya, awak nak step on ehala nanti ke awak? Kita ingu ponenan, to kita tirah bista, bermani ekun sa skuma, pabustaka skuma. Ya, bang, ekun sopi, limpi, siung skuma dengi. Meskos kora batras, sopi karni tamem, basi mesungkos. Agora que me atapé, pero me atapé full. Então se me atapé full, esta herbe baixa full. Pero vamos poner assim aqui, e agora é começar a herbe, nós estamos mirando para nos comer. Para escuma no quibra, nem é água. Ok, het gerecht voor het kookboek.
Hoe ga je nou een gerecht maken wat met A van Bonaire is, maar ook B in Nederland gesnapt wordt? Nou, eigenlijk heel simpel. Wat we gaan doen is een hamburger maken, maar dan wel van geitenvlees. Cabrito. En hiervoor moet ik de Carniceria Latino bedanken, want die heeft ervoor gezorgd dat we dit fantastische stukje geiten gehakt hebben. Carni di Cabrito. Carniceria Latino, dank jullie wel. Verder, ik ga dat niet maken. Ik heb geen verstand van geit. Ik weet dat niet. Shirley wel. Dus Shirley gaat samen met Gravy de voorbereidingen treffen. Oké, amigo Gravy, te weten dat je een hamburger, die cabrito. Agora que nós vamos poner paneer meel. Vamos abrir um tique de leite. Só ainda se você não tem paneer meel, você pode fazer um tique de pão. Então, assim, é gehakt, um tique mais. Mais mole. É gehakt, nós vamos virar um balde para duro, stijf. Esta aqui era mais. Isso aqui. A greve, deve estar bom, bem boa. Bem boa, carne mula. Do awor. Por isso tem que greve da tirar de carne, tira não. Mita vai mula, verdura. Ok, nossa tira. É para nem mesmo, não, mas tem carne. Tura verdura aqui, nós vamos mula na tira dentro, tá? Celder, peticeli, páprica, xalotes, tá? Esse boi de kitkito na tura aqui, a gente vai pôr dentro, cooking machine, blender, para nós para gravy tirar. Mientras tanto, Shirley está blend e verdura na, a gente zoar para tirar. Ja, algum smaak de carne. Ons ding. Onion. Tikje naar smaak. Complete season. Bota sali tira. Gis een tikje. Zo een beetje bota in tira. E verdura naar een gent op a wak. Aqui com a taça, um tique garlic também. Agora não acaba de mescla, não acaba de mula. Vamos abaixar de carne, a greve, vou estar começando a ficar pouco. A minha greve sua assistente. Não, Shirley, conta assim ainda um pouco. Sim. É, ué, lá que nós vamos lá. Ele encontra que é bom dentro da estofa, foi bom. Já, nós estamos em nosso beijo, Shirley, sabe? Normal, já, mas viste Anskun, para um tique mais higiene. Higiene, sim. Então, já é coquita tá com dois pães, botem assim, hein? Sim, por que sim. Para pôr um mix de carne bom, bem aí um bom smack. Sim, por que sim. Shirley, papi, como é assim? Ou não, Shirley, está com o tubai fogo? Não, está bem bom, está bem bom. Está bem roupa e bom. Que panda, chupou, bem arriba. Lekker in spenen kook in tikjes wel eens aan, no? Sta je horen op een mix bollo? Si. Important is dat we die een goede mix. Moet daar mee denk. Ik weet wat dat pak tikjes wel eens. Sua consistência, não? É tem um bom consistência, mas eu vou fazer em ta plama.
Ye, we hebben dat bij Maron tegen. Si. Zullen ik aan een keer weer voor me gaan beginnen? Voor me, si. Kom je nog slot in, hier een tegen smaak dan GSC, zullen ze aan. Si. Door kom je mantenen dat limita. Okay. 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 Yes, sir. No sa po nanti ki consume den che. Ya awor ki no sin consume carne na man, pero si un ti buti mo no ti di carne, po ta po nanti ki di consume favora di galinha. Non ta problema. Pa nos po nanti ki calic mas den che di puiro, doni un ti ki mas smak. Ya grei. En dat is een compleet season. Goed dan, met een tikje salo, denk je? Ja. En een tikje onion powder. Oké. Corda, goed dan, bon di gro, goed dan, een tour en bon product, dan heb je wat er turbo kost. Para nós, molha é balte, né? Tem minha botinha coisa para botar balte, é hambúrguer, porque tem algo especial. Mas agora que nós temos assim, de nós, como diria, nós, ideia, mas botar moa, boma. E não pega. Então, já é balte, ainda quero pegar em boma, boma. Botar moa. Even abo, voor dat we ding een nieuw maaltje komen, maar zat daar in het ina. Ja. Ja, grijpje, abo dan beter. Oké. Mooi maaltje. Dat jammer voor bekijs wel hè. Zullen ze mijn zakjes in het aan? Ja, ik moet het hier rondo voor mij. Dan ben ik ook een plate. Dat is hier. Ik ga het al een plat. Wat is er van mij? Zullen ze het hier maar hebben? Zet je de kwenta? Ja, bon. Zak het eerst wel. Hij zie. Niet zo hambo. 1, 2, 3, 4. Dankjewel. Oh, kijk. Airfryers. Kijk, dat vind ik het mooie van de Bon Digro, hè? Deze airfryer die is gekozen tot vierde airfryer bij de Consumentenbond. Top product. Ben ik blij mee. Ga ik mee koken. Kunt u zien. Kijk, dit is nou wat ik noem de Bon Digro experience. Altijd is er wel wat te vinden wat je niet verwacht. Prachtig. Oranje tomaten, trosse tomaten. Weet je, je kan een bosje bloemen mee naar huis nemen, maar als je dit mee naar huis neemt ben je ook de bom, hoor. Het is ook lekker om te snacken. Gewoon lekker happen bij de tv. Broccoli, bloemkool, samen wordt dit heerlijk. Uit Peru, de chayot. Doormidden snijden, noot eruit, uithollen,
mais, kaas, mengen, vullen in de oven. Heerlijk. Kortom, altijd wat te vinden hier bij de Bondigro. De Bondigro Experience. Ala akong sa skuma, nos tabay skumele, tawa pa nos tira e berdura na ninje, kasigil po siya na. Sa skumele ba, yung sopi limpi-limpi. Ito kung tapat karni ito. Nós acabamos comendo esta tira e verdura na gente. Mas com água queda, e água queda blanco, blanco. Agora nós tira e verdura na gente. Sempre, agora nós temos batata doce também para tirar da gente. Pero na salada e batata doce um rato para ora e outra verdura na asteca e vira mole nossa tira dor com na corta chiqui chiqui. Só se nos tira na feijão aqui, ora só pecla, nós na mira batata doce. Pero maneira horta, com uma inchi nem para tirar foi trempan, passou na nota cosco, ta plama, angarna, como nota mire mas, nota que da riba na curva. Tira bouillon ninche. Pensa que me usa bouillon de verdura. Me atira quatro. Segundo RB, não se apurbeu a como se ter de massa não. Se porque eu vou usar bouillon de galinha também. Mas eu de carne, vou usar bouillon de carne. Já, agora nós a tapele. Lague RB, porque costuma todos os especiais na vira mole. Então, depois nós apurbeu a como falta smak, anto por último nos tira e batata doce, dor que batata doce cortado pe chiquito, nos tira foi trempan, depois nos untim nenhum batata doce mais. Agora com turco está quase mole, nos tira e batata doce. Nossa lagueira é isso um tique mais para batata doce vira mole, anterior e no sopi até lá. Então, com a água a queda, ela queda limpa, limpa, sem escuma dentro. Satapé, lagueira é isso um tique mais, anterior e sopi até lá. Mijn hamburger horen natuurlijk ook patatjes, patata rasa. In dit geval heb ik gekozen voor patatjes van zoete bataat, patata douche. Waarom? We maken ze in de airfryer en dat is gewoon, ja, ik vind dat lekker en het is ook ietsje minder zetmeel. Het verschil tussen een gewone aardappel en een zoete aardappel is dat de zoete aardappel heeft andere koolhydraten in zich dan een gewone aardappel. De koolhydraten van een zoete aardappel die laten zich langzamer los in je lichaam, waardoor je langer vol blijft. Terwijl je er eigenlijk minder van eet. Dus een zoete bataat, bataat douche, is gezonder als een gewone aardappel. Nou, wat wel voor de bataat douche ook telt, net als de gewone aardappel, als je ze rauw gaat gebruiken,
niet eten rauw gaat gebruiken, moet je altijd even in water met ijs zetten. Dan doet het zetmeel brrrr en dan bakken ze fijner. Vervolgens wel deze even moet droogdeppen. Schone handdoek. Frietjes erop. En droog zijn ze. Nu is het natuurlijk niet zo dat je helemaal geen olie gebruikt. Dat kan niet, want dan kleurt de aardappel niet. Dus, ik doe er ongeveer 2 lepels, eetlepels olie overheen. Om ze een kleur te geven, om ze goed te kunnen bakken. Ondertussen, als u denkt, regent het daar? Nee, de airco lekt een beetje. Dat gebeurt wel eens. Het is warm. Olie. Ongeveer 2 eetlepels. Ik doe er nog geen zout of andere kruiden op. Dat doe ik achteraf. Waarom? Die verbranden in de airfryer. Even zorgen dat de olie goed gemengd is. Elk frietje heeft olie. En dat ga ik in de airfryer stoppen. Ongeveer 2 keer 7 minuten. 1 keer 7 minuten. Goed schudden. 2 keer 7 minuten. Klaar. Dus daar beginnen we mee, want de hamburgers die zijn sneller klaar. Als altijd olijfolie. Zou het voldoende zijn, denk ik, baby? Is goed zagen. Denk het ook. En u weet het, ik heb het al vaak verteld. Hoe weet ik nou dat de olie heet genoeg is? Druppeltje water. In de pan, hij sist. Olie is heet genoeg. Zo benieuwd naar mensen hoe dit gaat smaken. Ik heb een mooie geitenhamburger op. Nog zagen? Nog. Moet je douchen? Ik geloof jou. Ja. Mita spera. Ik heb natuurlijk wel cabrito stoba gegeten. Sopi die cabrito. Maak hamburger van cabrito. Nog niet. Even lekker dicht laten schroeien. Zodat alle sappen lekker in het vlees blijven. Alle smaken lekker bij elkaar blijven. Hé, hey, zaken rijdt goed. Fantastisch. Ja. Ik wou zeggen, maak me gek. Je moet weten, wij nemen dit zo tussen 5 uur en 7 uur 's avonds op. Dus we hebben allemaal honger. En als we dan zo lekker aan het bakken zijn, jongen, oh, het water loopt me dan in de mond. Echt. Maar ik moet je wel complimenten geven, Kleven, met je team, hoor. Wat heb jij leuke brandweermannen in dienst? Ja, zeker. Echt, ze zijn goed. Ja, die jongens zijn goed aan het zaken. Ik moet eerlijk zeggen, sinds ik jullie allemaal heb leren kennen, ik voel me echt een stuk veiliger. Ja? Nee, zeker. Ze weten waarover het ze hebben. Ze zijn getraind, ze zijn fit. Ja, ze zijn, ja, alles. Echt, grote klasse. Grote klasse, dat wij zo'n professioneel bedrijf hier hebben op Bonaire. Ja, zeker. Nou, de hamburgers moeten even bakken.
Volgens mij zijn ze precies goed, gravy. Ja, zacht. Kijk. Ja, sap komt er nog een beetje uit. Sappig, juicy. Oi, 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 oi. De hamburgers zijn gebakken, de frietjes zijn klaar. Kortom, het is tijd om het eten op te dienen. We pakken wat sla. Ik heb gekozen voor Romeinsla, dat is een lekkere stevige sla. Een stukje tomaat. Een paar augurkjes. En wat shallotjes. Genoeg zo, denk ik, Revy? Ja, ziet mooi aan, zaken. Shirley? Dan de hamburger er bovenop. Maar ja, nu altijd de grote vraag. De grote vraag. Doen we ketchup? Doen we mayonaise? Doen we niets? Of doen we alles? Ik denk wel een beetje ketchup en een beetje mayonaise. Erop. Niet te veel, maar een klein niet beetje. Niet te veel. Zat die konzaken, dan moet je zien, die smaak die ik kaart niet. Je moet de smaak van de vlees proeven. Of niet? Anders overtreft het de smaak. Zo? Ja. Een toefje mayo. Ja? That's it. Dan gaan we het broodje dichtmaken. En dan pakken we de frietjes. Eigenlijk kan ik niet wachten. Het ruikt zo lekker. Ik ook niet, dames en heren. Eet je. Eet smakelijk. Ahora que con la sopa está clara, nos está bien saquele. Ahora con la queda, agua queda limpia y limpia. Se é bom para botar a carne de água caliente, comer, para mim que botar a sobrar e coisa. E a água com sopa limpa, sem cachicate. Yep. Agora nós estamos sacando sopa. Piala. Se você quer comer com funchi, ou você quer comer com pão, stock broth, logo com a botanha, mas douche. Assim não sobe de rala, tá claro. Dames en heren, dit was hem dan. De laatste aflevering van deze reeks. Natuurlijk komen we terug. Shirley, Marisol, Gravy, dank jullie wel. Samen waren wij vandaag Duo Panotti. Rest mij te zeggen, dankjewel aan de Bondigro. Dankjewel aan de Carniceria Latino. En dankjewel aan het Brandweerkorps Caribisch Nederland. Zonder jullie was er geen Duo Panotti geweest. Dank jullie wel. Dames en heren. Mijn grootste dank gaat naar u uit. Dank u wel voor het kijken en tot de volgende keer. Oké, dames en caballeros, mucho danke para mirarnos. Ik espero que vos nalo goza de nos receta, vooral nos balletje die
cabrito y me te pedí paturele para cuida curva y no está claro qué temporada aquí no lo seguí toda una temporada. Dank. Zorg goed voor elkaar. We moeten het samen doen.